Hoe heet je? Mijn naam is Leon Gerrits. En waar werk je? Ik werk bij Trade Doubler. Dat is een bedrijf wat internationaal actief is binnen de online marketing. En wij zijn vooral bekend van affiliate marketing. En wat is je functie? Mijn functie heet heel mooi omschreven account manager new business. En dat betekent eigenlijk dat ik verantwoordelijk ben binnen Nederland voor het eerste contact met de adverteerders. We hebben vooral een focus op de top adverteerders daarin. Wat is er zo leuk aan het werk dat je nu doet? Ja, wat is daar zo leuk aan? Nou, ik heb eigenlijk van wat mijn hobby ook is, dus dat stukje online, heb ik mijn werk kunnen maken. En het echt het leuke wat ik daarin vind, is dat ik elke dag met nieuwe dingen bezig ben. Dus bedrijven die uit hun salesbudget meer verkopen willen genereren. En dat ik daar binnen de strategie een bijdrage aan kan leveren. Als collega's over je praten, hoe omschrijven ze je dan? Ik denk dat mijn collega's vooral zullen zeggen dat ik heel erg enthousiast ben, gemotiveerd, een stuk passie, gedreven. Dus echt dat soort kernwoorden. Ik probeer de sfeer erin te houden. En dat stukje, dat positive feeling wat ik heb, om dat binnen het team tot zijn beste recht te laten komen. Hoe zorg je voor balans tussen werk en privé? Binnen de online is dat vrij moeilijk natuurlijk. Ik sta via de sociale media en natuurlijk via internet altijd in contact met iedereen. Maar ik probeer voor mezelf qua time management wel in de weekenden tijd voor mijn vrienden te reserveren. En dan ook echt proberen dus dat online wereldje een beetje aan de kant te schuiven. Dat ik toch zeg maar echt die offline, die fysieke sociale contacten, daar toch het beste uit te kunnen halen. En die op een leuke manier te kunnen spreken. Waar ben je opgegroeid en hoe heeft je dat gevormd? Ik ben opgegroeid in Eersel. Dat is een dorpje ergens in de buurt bij Eindhoven. Dat is in Noord-Brabant. En hoe me dat gevormd heeft. Ik denk dat ik zeg maar een hele vrije opvoeding daarin heb gehad. En nu toch wel merk dat ik steeds meer richting het noorden en de Randstad aan het trekken ben. Omdat daar qua online wereld wel nog steeds wat meer te doen is dan het zuidelijkere deel waar ik dus vandaan kom. Wat hebben je ouders of opvoeders je meegegeven? Zij hebben mij vooral meegegeven dat ik moet doen wat ik leuk vind. En daarnaast vooral ook sociaal aspect. Dus ga veel met vriendjes om. Ga leuk stappen met vrienden. In ieder geval, doe leuke dingen. En mijn visie daarin ook is, en vooral ook door mijn ouders bijgebracht, van als je leuke dingen doet, word je vanzelf wel goed in iets. Wat wilde je als kind worden? Ja, die vraag daar heb ik even over na moeten denken. Ik weet het niet 100% zeker meer. Maar omdat ik vroeger vooral veel met voetballen bezig was en met vriendjes daarin omging, denk ik dat ik profvoetballer wilde worden. Ik denk dat ik dat ook vroeger in de Poesie-albums opgeschreven heb. En vooral dat stukje status wat daarin meebrengt. En het is toch een snel, mooi wereldje waarover gesproken wordt. Mijn grootste talent is... Mijn grootste talent is, dat is denk ik wel het enthousiasme wat ik heb in de dingen die ik doe. En daar op voortbordurend het stukje motivatie naar andere mensen. Dus vanuit mijn eigen enthousiasme andere personen kunnen enthousiasmeren om op eenzelfde manier of juist op een andere manier leuke dingen samen te kunnen doen. Maak je veel ruzie? Nee, juist niet. Ik ga het liever zelfs uit de weg. Dat is denk ik misschien ook wel ooit mijn zwakte daarin. Ik maak liever geen ruzie. Mijn zwakste schakel is? Mijn zwakste schakel is dat ik, omdat ik zo gepassioneerd en vol enthousiasme met zaken bezig ben, dat ik de structuur uit het oog verlies. En daarbij ook een stukje time management. Ik wil te veel dingen in een bepaalde tijd wil ik doen. Dus ik denk dat daarin vooral mijn zwakte ligt. Dat ik te veel dingen tegelijk wil doen. Waar irriteer je je mateloos aan?
Ik irriteer of ik erger me aan mensen die meeliften op het succes van anderen. Ik ben er heilig van overtuigd dat iedereen een talent in zich heeft. En daar heb je andere mensen bij nodig. Maar niet over de rug van andere mensen. Daar kan ik me echt aan ergeren. Welk persoon inspireert je enorm? Sowieso in de privésfeer heb ik heel veel met mijn moeder. Zij heeft mij van oudsher altijd heel erg geholpen. Zij kan met een hele frisse en logische blik kan zij tegen zaken aankijken. Qua inspiratie een persoon waar ik een hele leuke meeting mee heb gehad. En ook heb kunnen regelen als een gastspreker voor een event is Wim Andrea. Ik vind de manier waarop hij met mensen omgaat en zijn omgang, ja, dus vooral, vind ik erg inspirerend. En daar kijk ik ook wel tegenop. Je hebt nog 1 jaar te leven. Wat zou je anders doen? Ik weet niet of ik heel veel dingen anders zou doen. Mijn motto is sowieso dat ik leuke dingen doe. Dus ik weet niet of ik heel veel andere dingen ga doen. Ik ga wel wat meer tijd reserveren om te kunnen reizen. Voordat ik sterf moet ik wel kunnen zeggen van ik heb wat van de wereld kunnen zien. Openbaar vervoer of auto? Eigenlijk definitief auto. Vooral voor mijn werk is het heel erg praktisch. Dat stukje time management waar ik net al over had, is met een auto is dat veel makkelijker om dat te bewerkstelligen. Auto, zeker. Op welke politieke partij stem je? De laatste keer dat ik heb gestemd, dat was voor de Europese verkiezingen, heb ik netjes dus ook online weer heb ik die stemwijzer gedaan. En daar kwam voor mij D66 uit. Dus ik heb D66 gestemd. Hoe belangrijk is geld voor je? Geld. Ik ben binnen mijn functie ook een commercieel persoon. Dus sowieso binnen mijn werk is geld essentieel. Dat is de kracht, zeg maar, om verder te kunnen ondernemen. En privé gezien is geld wel heel erg makkelijk. Het focus is leuke dingen doen. Alleen ja, om die leuke dingen te kunnen doen, heb je vaak toch wel het middel geld nodig. Wat is je grootste angst? Mijn grootste angst is dat binnen de privésfeer er mensen wegvallen waar ik op bouw, waar ik dat stukje inspiratie uit haal en waar ik ook met mijn problemen naartoe kan. Dus dat is mijn allergrootste angst. Over 3 jaar werk ik bij... Over 3 jaar, ja. Ik heb wel eens bij mezelf gedacht van ja, online is natuurlijk hartstikke leuk en er zijn nog heel veel mogelijkheden. Maar wellicht gooi ik het wel eens een keer helemaal over de andere boeg. Maar dat ligt ook een beetje aan wat durf ik daarin en hoe ontwikkelt zich de markt. Dus ik vind het heel moeilijk om te zeggen waar ik mezelf in 3 jaar zie. Als ik het nu moet zeggen, zit ik nog wel binnen die online. En ben ik denk ik op een wat hoger niveau bezig. En dan vooral dus zeg maar met mensen bezig, het wat strategische. Als ik heel oud ben, wil ik wonen in... Dat is wel een leuke vraag. Zeker omdat ik daar wel vaker over nagedacht heb. Ik heb gestudeerd in Helsinki, in Finland. En de rust van een Scandinavisch land vind ik wel heel erg mooi. Ik denk dat ik mijn oude dagen graag zou willen slijten in een Scandinavisch land. Ik kan niet zonder... Ik kan niet zonder de mensen om mij heen. Heel kort en bondig.